Het is niet zonder emotie dat ik vanavond kijk naar Alexander Clupping. Ik zie hem hier nog zo voor het eerst in zijn korte broekje binnenwandelen met een kijkdoos in zijn handen. En dat is dan het talent van Matthijs van Nieuwkerk. Die zag iets in die jongen. Als je al in Alexander's kijkdoos keek, kon je toen al contactloos betalen. En zo is het met heel veel vaste gasten hier gegaan. Ik heb het allemaal gezien. De wereld daardoor heeft hun leven veranderd. Freek Vonk. Die kwam hier binnen als zesde bediende in een dierenwinkel in Dordrecht. En hij gaf dode vliegjes aan hagedissen. En kijk nu eens, hij is de ex van Eva Jinek. En alle kinderen willen later naakt vechten met een stekelvarken. Peter Buwalda, hij kwam hier binnen als een schrijvende mosselboer. En na de loffluitingen van Matthijs weigert hij nu opeens liever prijzen. Maar hij komt ze dan toch voor de zekerheid maar even ophalen. Guus Meeuwers, daar staat hij. Het is eigenlijk een Fries, hij komt uit Friesland. Ik was erbij, oh daar zit hij. Hij is eigenlijk een Fries, ik was erbij. Matthijs gaf hem advies, hij zei zeg gewoon dat je uit Brabant komt. Dan hebben ze die ook eens een keer wat. Dan kan er weer eens een keer worden gejuicht in het PSV-stadion. Hugo Borst, gisteren prettig kritisch in een interview met Ilse de Lange. Hij durft nu, alles zag ik, maar voor de wereld daardoor kwam ik Hugo soms tegen op line-dance-avonden. Met een opengewerkte spijkerbroek en een zakdoek uit zijn achterzak. Ikzelf vouwde kartonnen dozen in Groningen. Matthijs, hij belde mij op. Hij vroeg mij, heb jij die doos helemaal zelf gevouwen, Nico? Ik zei, ja, meneer Matthijs. En in de 11 jaar daarna mocht ik hier zitten. En kijk nu eens naar die kinderen daar, naar Guus Meeuwers. Ze hebben allemaal dezelfde bril als ik. En ze willen allemaal later een dichter met een... Ze willen later allemaal een dichter worden met een spraakgebrek. Wetenschapper Vincent Icke, die legt hier 100 keer uit hoe het zwarte gat eruit ziet. Maar het grappige is, het zwarte gat zat gewoon steeds vlak naast hem. Matthijs, die ons binnen 7 weken allemaal meetrekt in het zwarte gat. Marco Borsato. Hij weigerde ooit tafelheer bij de wereld uit door te zijn. En je ziet wat er dan van je terechtkomt. Ja. Taco Dibbets. Hij restaureerde vroeger voor de wereld erdoor geschilderde konijntjes van Rien Poortvliet. En kijk hem nou eens zitten. Hij is directeur van het mooiste overdekte fietspad van Amsterdam. Maar het prachtig is, en ik kan het weten, ik kan het werkelijk weten, want ik zag hem 11 jaar aan zijn tafeltje schuiven. Dolgelukkig achter zijn tafeltje schuiven. Matthijs van Nieuwkerk, en dat is het wonder, is helemaal niets veranderd. Matthijs, niet huilen, jongen, geniet man. Nog 7 weken en dan lekker weer andere jongensdingen gaan doen.